Ik ben de city manager van de brouwerij in Brugge, van de brouwerij Bourgogne de Vlaanderen. Het project is gestart in 2012, waar we destijds het historische pand gekocht hebben. En we zijn effectief opengegaan in maart 2016. En waar we nu de laatste 3, 4, 5 jaar echt het contrast zoeken tussen de beide werelden. Tussen één, het heel authentieke, met eerbied en respect voor het pand en voor de stad Brugge. En anderzijds daar toch wel een commerciële gelegenheid in te steken. Historisch gezien is hier inderdaad nooit geen brouwerij gevestigd geweest. Bourgogne de Vlaanderen is altijd gebrouwen geweest hier op 500 meter afstand. Wij zijn volop op zoek naar de roots van dit gebouw. De Karthuis Rinnenstaat heeft inderdaad destijds een klooster gehad rond de jaren 1600. We weten effectief nog niet of ons gebouw daartoe behoord heeft, maar we grenzen in ieder geval wel aan het klooster aan. Dat staat vast. Maar of ons gebouwen meegebruikt zijn in het klooster, daar hebben we nog geen exacte duidelijkheid over.